sta nu bij een framboos die 2 keer per jaar draagt. En deze framboos heet de Heritage. En hij is eigenlijk heel onbekend. We hebben eerder in een ander filmpje de Erica laten zien die eigenlijk helemaal niemand kent. Nou, deze die komt daar iets meer door. En dit is ook een hele mooie framboos voor voedselbossen. Want hij draagt dus 2 keer. Maar het is ook een vrij stevige framboos. Van een heel mooi formaat. Met een goede smaak. Hier zitten dus ook eigenlijk geen wormpjes in. Hij is dus mooi schoon, maar hij is ook heel productief. En hier zo op het hout van vorig jaar draagt hij dus in de voorzomer, eigenlijk een beetje eind juni. En dan begin juli. En de nieuwe scheuten die uit de grond komen, dat is dit, wat ik nu dus in mijn handen heb. En die komen nu dus lekker op gang met de productiviteit. En eigenlijk eten we die vanaf september, ongeveer de tweede week september, tot aan november. Dus echt een aanrader dit.